Manon, wat een geweldig optreden heb jij gegeven hier op de Edelsvaart natuurlijk. Ja, vond je het leuk? Ja, hartstikke leuk. De mensen genoten toch? Ja, ik vond het ook echt heel leuk. Ja, er waren leuke mensen, leuke sfeer hier, dus het was echt heel gaaf. Maar wat vind jij van de Edelsvaart natuurlijk? Ja, nou, ik vind het een prachtig evenement, festival, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Volgens mij een festival wel, hè? Ja, toen we hier kwamen, een groot, goede organisatie, goed opgevangen. En ja, dat betekent alleen maar dat het goed voor elkaar is. Dus echt heel gaaf. Manon, waar ben jij tweede Pinksterdag? Deden we natuurlijk. Het klinkt weer geweldig. Dankjewel. Yo. Paula, je bent samen met Asanio Wiets, je bent de vrouw van Asanio Wiets, zijn jullie de karttrekker van Dedensvaart natuurlijk. Nou, vandaag de derde editie, nou het is toch weer geweldig vandaag. Nou, ik vind het echt bewonderenswaardig, omdat het toch eigenlijk, het weer is een stuk minder dan vorig jaar. Maar toch komt de Dedensvaarter wel weer ruimschootzee hier naartoe. Dus dat vinden we wel heel, het is echt wel een kroon op je werk, zeg maar. Ja, want jullie zijn het hele jaar er druk mee geweest, hè? Ja, dus echt vanaf, we zijn nu eigenlijk al wel weer in gedachten bezig met de volgende editie. Wat kan anders, wat kan leuker, wat kan mooier, wat kan beter. Maar als ik zo rondloop vandaag, de opzet is anders dan de vorige twee gaande keer. Ja, we proberen daar toch wel flinke variatie in te brengen. Om het ook te vernieuwen te houden. Dat is wel de insteek. We hebben nu mini-kraantjes in plaats van quads, we hebben andere optredens, we hebben geen schmink, maar een soort haarvoorstelling. Dus het is allemaal net een tikje anders. En dat is ook inderdaad bewust gedaan om het gevarieerd te houden. Dan blijven de mensen nieuwsgierig, hè? Dat is inderdaad de bedoeling, ja. Ze moeten nieuwsgierig blijven. We gaan nu richting de avond. Wat gaat ons de laatste drie uur nog bieden? Nou, inderdaad diverse optredens en alle activiteiten die zijn er. Gezelligheid, biertje erbij en veel plezier. Wat hebben jullie vanmiddag gedaan? We hebben vanmiddag met een deegrol gegooid voor de huisvrouwen. En laarzen gooien maar 42 voor de heren. Maar waar komt idee vandaan dan? Ja, zeg het maar. Ja, een helder moment. Laten we het daar maar bouwen.
geweldig hier op Beresma natuurlijk. Absoluut, mooi feestje. Echt jammer van het weer, maar Alfred is er ook, dus mooi. Alfred, jongen, wat vind je hier van Beresma natuurlijk? Ik vind het knap wat ze hier uit de grond staan elk jaar. En ik hoop dat het elk jaar een vervolg krijgt. Ik heb die man die dat allemaal op poten gezet heeft en die al die vrijwilligers bij elkaar gekregen heeft. Dan mooi respect voor hem. Ik denk dat we volgend jaar weer komen. Ja. Zelle. Tot volgend jaar. Hey, kom maar mee. Hoi. Springen, 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 springen. Rondjes, rondjes draaien, rondjes, rondjes draaien, rondjes, rondjes, rondjes draaien. Swingen, 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 swingen. En daar word ik zo vrolijk van. Mooi, wat mooi. Wat zie jij er mooi uit, zeg? Wat zie jij er mooi uit? Wie heeft dat gedaan? Twee vrouwen, ik weet niet hoe ze heten. Nee, maar waar zie je creatief? Heeft het een bepaalde naam dit? Of weet je het niet? Volgens mij Vette Tette. Okay. En vind je het leuk op Delenswaard natuurlijk? Ja. Dames, het was weer vandaag top hier op Delenswaard natuurlijk. Maar hadden jullie een leuke act? Ja, dankjewel. Het was leuk, hè? We hadden graag nog iets op jouw hoofd willen plakken. Maar je was er niet op tijd, Alfred. Waar was je nou? Ja, ik was op de loop voor jullie. Ja, dat dacht ik wel. En je moet het wel aandurven om bij ons in de stoel te zitten natuurlijk. Maar als je dan geweest bent, dan heb je ook echt iets moois. Ja, dan ben je uniek. Ja. Maar de opzet van Delenswaard natuurlijk, dat is toch geweldig, of niet? Ja, het is weer hartstikke goed gegaan. We hebben toch ieder jaar weer net een mooi weer bij. En het wordt telkens ietsje groter, zie je dat? Het wordt steeds iets verder uitgebreid van de weg af. En ik vind het wel leuk zo, hoor. Dames, waar zijn jullie tweede Pinksterdag? Delenswaard natuurlijk. Ja, we zijn op Delenswaard natuurlijk. En hoe is het hier vandaag? Het is hier geweldig. Het weer valt nog 100% mee. We hebben één klein buitje gehad. Mensen gingen even de tent in en ze kwamen toen weer naar buiten toe. Echt super, super, super. Top. Echt goed geregeld. Waar zijn wij volgend jaar tweede Pinksterdag? Bij Delenswaard natuurlijk.